Ik vraag mij regelmatig af, hoe is het nou gesteld met het basisonderwijs in Rotterdam? Nou, krijg nou wat. Wat zijn de problemen binnen het Rotterdamse basisonderwijs en hoe pak je ze aan? Juf Rosanna, dat is de juffrouw die we nodig hebben. En als het goed is... Ja, daar zit ze. Dag juf. Hallo. Hallo. Ik pik even een stoel, mag dat? Natuurlijk. Ja? Hé, ben jij een leuke juf? Ik denk het. Ja? Ik hoop het. Wat maakt jou een leuke juf? Ik ben heel lief. En grappig. Nee, weet ik niet. Ik ben zelf heel grappig. Ik zie niemand omhoog komen, nee, heel spontaan. Nee. Is ze grappig? Ja hoor. Heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school toe komen. Mm-hmm. En dus ik wil altijd een soort basis bieden dat ze ook denken, yes, ik mag weer. En je bent grappig, hè, zei je. Ga ik even vragen aan de kinderen. Jongens, kunnen jullie een grappig voorbeeld noemen van wat, dat ze grappig, iets grappigs deed? Vorige week hadden we een les over werkwoorden. Toen moesten ze allemaal een werkwoord uitbeelden. Oh. En toen... Ja, zie je? Oh ja. Je moet ze even helpen. Beelde jij boeken uit, Irene? Zij ging dus voor de klas staan. Hè? Ze moest een werkwoord. Ja, ja. Ik ging zo... Nee, je gezicht. Het was echt... Ja, ook een beetje... Even. Ja, zo, ja. Doe eens. Ja. Zo. Ah. Dus toen hebben we dat vervolgd. Ik poep, hij poept, wij poepen. Wij hebben heerlijk... Gepoept. Ja. Locatieleidster Merel. Merel, wat zijn de uitdagingen voor het basisonderwijs op dit moment? Op dit moment is het heel erg belangrijk dat wij het met z'n allen hebben over opbrengsten. Dat we eruit halen wat erin zit bij de leerlingen. En om dat te bereiken is het heel belangrijk dat wij kennis met elkaar delen. Wat maakt een juf of een meester nou een goede juf en een goede meester? Ten eerste enthousiasme om met kinderen om te gaan is heel erg belangrijk. Een goede leerkracht is ook iemand die... Denkt aan een doel van waar wil ik mijn groep nou brengen het komende jaar. Ja. Maar wat is nou een goede meester? We hadden er maar twee op school. We hadden de hele lieve en we hadden die hele boze, die strenge, waar je naar luisterde. Ja. Wat is nou een goede leerkracht? Ja. Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen een van de twee. Maar ik denk dat een enthousiaste leerkracht die de lat hoog legt, dat die het beste van twee werelden verenigt. De vraag is natuurlijk, wat maakt een leraar leuk? Nou, je moet erom kunnen lachen. Ja. Je moet erom kunnen lachen, ja? Streng. Ja, maar wel lief. Grappig. Grappig. Ja. En lief. Waarom is het zo belangrijk dat ze grappig zijn? Moeten ze dan moppen vertellen? Of, nee, maar gewoon af en toe dat het niet de hele dag is dat je zo zit. Verkering. Nee, dat hebben we nog niet. Hebben jullie op basisscholen gegeven? In groep 8 nee, ook niet? Nee. Wat is het allerleukste, het werkelijk het allerleukste van de basisschool? Crea. En de pauze. De pauze. En wat is het aller stomste van een basisschool? Rekenen. Ja. Nee, ik vind dan rekenen nog niet het ergste. Ik vind dan... Nou, van alles, maar geen rekenen. De meiden. Sorry? De meiden. Ja. Ja. De hele dag of valt het wel mee? Het kan soms mee. Dus het valt meestal tegen? Ja. En dan tenslotte natuurlijk de tips voor het basisonderwijs of deze school in het bijzonder. Meer toestellen voor op het schoolplein. Meer pedia. En zwembad. Minder administratie en meer tijd voor de kinderen. Terug naar de basis, ons bezighouden met het onderwijs. Ik weet genoeg. Succes!